opgelingertjes van Justus Perkamentus, welkom bij een gloednieuwe vlog op Justus Perkamentus. Voor het eerst in mijn auto. Lang geleden. Ja, echt lang geleden. Hoe lang is geleden? Heel lang geleden. Nee, maar... dat we een Mac-vlog hebben gedaan. Mm-hmm. Ja, al veel langer toch. Twee maanden? Nog één keertje dat... Met Harry Potter marathon. Twee maanden? Nee, één maand geleden. Maar daarvoor heel lang. Ja, maar we moeten ook weer gewoon een keertje 's avonds doen dat we veel honger hebben. Heb je trouwens ook nog een mes of niet? Nee. Dat zijn wel echt zo'n flashbacks die ik dan heb. Die moet ik nog even fixen. Ze zijn wel heel goed, ze zijn wel verse deze. Ja, ik merk ook dat de quarter pounder gewoon lekker warm is. Mm-hmm. Dat vind ik laatst bij de Mac zeg maar wat minder. Dan? Of ja, niet dat ik laatst zo weinig naar de Mac ga. Maar als ik dan naar de Mac ging, dat het dan dat de burgers zeg maar niet meer warm, heel warm waren, mm-hmm. maar gewoon aan de lauwe kant. Terwijl ik gewoon een lekker warme burger wil, van de kaas is gesmolten. Maar ik denk ook dat ze dat een beetje doen van, oeh, we willen van die vette, ongezonde look af. Maar, dus, ik vind dat een beetje flauw. Dan moet je dat kunnen aanvinken van, ik wil hem gewoon heet of ik wil hem... Ja. Snap je wat ik bedoel? Dan moet je dat kunnen aanvinken. Want ik weet zeker dat ik voor alle mannen al spreek. Hij ziet er wel veel beter uit dan normaal. Want yes. Normaal heb ik altijd het gevoel dat je helemaal zo drijfnat is van het vet, weet je wel. Daarom dat ik geen... Want Big Tasty's zijn lekker. Alleen halverwege dan denk ik van ja, ik zit er echt met een klodder nattigheid in mijn handen, zeg maar. Nee, ik vind bij Big Tasty's moet je net treffen wie hem voor je klaarmaakt. Mm. Als je zomaar lood hebt die er echt... Ja, te veel saus. Ze zeggen eigenlijk dat dat niet eens kan, hè? Want je hebt dan zo'n... die saus bij de Mac hebben ze met zo'n soort knijpspuit, zeg maar. En dan kun je elke keer maar zo inknijpen en dan stopt die vanzelf, zeg maar. Dus in principe zou je hem dan twee keer opnieuw moeten knijpen. Okay. Dus, maar je moet het net treffen, zeg maar. Want de ene keer heb je zo'n Big Tasty en dan zit gewoon genoeg sla op, genoeg saus, dik plakje kaas. Lekker warm burger en dan is hij goed. Maar je hebt ook soms dat er echt een kilo sla op zit met een kilo saus. Dus dan heb je echt zo dat alles eraf druipt en dan eet je de burger en dan moet je gewoon die sla of die saus gewoon aan je doosje smeren. Ja, ik vind het ook echt omdat het anders te veel is, snap je? Ja, ik vind het echt gewoon. Echt gewoon. Nu had ik wel meer honger gehad achteraf, maar ja, weet je, ik moet vanavond nog eten. Wij eten altijd vroeg, zeg maar. Of redelijk vroeg. Zeker als we allebei vrij zijn. Echt altijd bij de Mac. Als je niet zoveel honger hebt en je gaat naar de Mac, krijg je meer honger. Ja, en als je wel honger hebt, dan zit je ook dan. En je eet veel, dan zit je ook wel echt gewoon dat het te vol is. Ik voel me dan niet fijn, zeg maar. Maar dit was ik de laatste keer bij de Mac. Dat is heel kort geleden nog. Zaterdag was ik bij de Mac. Zaterdag had ik gewoon s'avonds gewoon veel gegeten. Toen pakte gewoon veel, zeg maar. Meer dan normaal. Ik dacht van, een burgertje extra. Mm-hmm. Dus ik pak een burger en ik had het helemaal opgegeten. En ik zat wel helemaal vol. Dat ik echt dacht van, dit vind ik helemaal niet fijn. Maar ja, het is ook nooit goed. En we zijn nu Nuzlocke aan het opnemen. Dat zijn de Mac struggles. Ja. We zijn nu onze tweede Nuzlocke aan het opnemen. En die verloopt net zo slecht als de eerste keer. Oh mijn god, het gaat zo slecht. We zijn nu al een keer meer dood gegaan dan de vorige keer, hè? Dat is echt heftig. Ja, maar de manier waarop. Deze keer konden we er niks aan doen. Want we wilden... Oké, we konden die hound doen verslaan. Dus we konden in het wild trainen tegen hound doen. Maar ik wist niet dat hij bijlspruit zou hebben. En als wij al één aanval zouden hebben... Het is zeg maar en. Ja. Bijlspruit heeft en Vine Whip. Een van de sterkere grasaanvallen op low level. En wij zijn ground ice, maar toch doet gras super effect. Wij hebben geen ijsaanval. Wij komen twee staal Pokémon's tegen. Hij had geen Mareep. Het is allemaal heftig in ieder geval. Het is en. Het is gewoon heftig. We gaan zo meteen gewoon weer nog een keer proberen. We hebben al vier deaths. Terwijl we nog niet eens begonnen zijn dan eigenlijk, zeg maar. Dus ik ben benieuwd hoe ver we gaan schoppen. Maar ja,
Eigenlijk hadden we een hele positieve randomize nou. We kwamen vette Pokémon's tegen, bijna allemaal eigenlijk. We moesten uit twee kiezen, want Marie was ook gewoon dat je dacht van, nou, dat is ook een oké keuze. En achteraf was Bellsprout de hidden OP. Ja, maar ik vind Bellsprout nog niet eens zo erg. Ik vind Victory Bell best een vette Pokémon, zeg maar. Alleen het nadeel bij Victory Bell is dat je dan de Leafstone moet hebben. Ja. En dan is het net een vraag, maar dan krijg je die. Ja, dat is wel zo. Maar als je, want ik had toen ik dus Pokémon Pearl randomized deed, had ik dus twee Pokémon's die moesten evolueren met een stone. Dat was Murkrow en Lombre. En die stones kwam ik allebei tegen. En die eerste kwam ik al, die Lombre, Waterstone of Leafstone? Leafstone. Okay. En die Leafstone kwam ik al best wel snel tegen, echt op het juiste moment, zeg maar. Ja, dan ben je blij. Ja, kijk, of Waterstone. Nee, Waterstone moet hij hebben om te evolueren. Kijk, het kan ook zeg maar positief zijn natuurlijk. Hè? Kijk, het hoeft niet altijd negatief te zijn, maar ja. Als je dan kunt kiezen tussen een Mamoswine die gewoon evolueert wanneer de Ancient Power leert. Of, en dat, die leert hij op een bepaald happiness gehalte of zo, zoiets. Ja. En omdat onze Pokémon toch niet doodgaan, gaat de happiness niet echt omlaag. Dan is zeg maar de keuze niet zo moeilijk om dan, of we doen Mamoswine, Ice Ground, met heel veel HP en goede physical stat, alleen wel weer lage speed, alleen als hij dan een goede ability erbij heeft, maakt het niet veel uit. Nee. Of je gaat voor Potion Grass, die, ik wist niet dat Bellsprout Fine Whip had, ik dacht Bellsprout heeft gewoon Rap en Tackle, niet eens, gewoon alleen Rap, op level 5, maar nee, hij had dus al Fine Whip. Ja. En dan heeft Swinub alleen maar tackle. Yeah. Ja, het is en het was zeg heftig, maar. Kijk, als ik had geweten van, oké, Mariep heeft Thundershock. Mm-hmm. Of, Swinub heeft die en die aanvallen. Dan had ik Swinub al gezegd van, oké, ik denk dat we beter die kunnen maken. Maar, dat weet je niet. We weten alleen nou voor de volgende keer. Maar, we gaan het nou weer opnieuw randomizen. Ja. Dus het zou dadelijk kunnen, Trapinch. Ja, of gewoon een starter. Nou, ja. Of gewoon een starter. We hebben nog geen starter. Oh jawel, Bulbasaur. Ja, maar dat telt niet. Maar ja, waarom zou je van Bulbasaur hetzelfde als een Piplup, dat tel ik ook niet. Oké, maar toch? Ja, Piplup is wel oké. Dan zou ik Piplup dan wel kiezen. Maar Bulbasaur niet. En Cyndaquil ook niet. Bulbasaur en Cyndaquil heb ik gewoon niks mee. Nee, maar ik heb niks met Cyndaquil. Omdat Cyndaquil... een Fire-type moet twee types hebben, vind ik. Ja. En zo niet... Dan merkte je toen ook al bij onze Nuzlocke van Librien. Dan kom je op een gegeven moment types tekort. Je hebt een water-type nodig. Je hebt een vuur-type nodig. Je hebt een elektrische type nodig. Je hebt meer dan 6 types nodig, zeg maar. Je hebt een dragon-type nodig. Of ja, je hebt sowieso een fly-type nodig. En dat is meestal gecombineerd aan dragon. Dus daarmee heb je dan ook al dragon. Yeah. Maar dan heb je dan duo. En dan, oké, psychisch, dark, fight, ice, rock... Potion, Ghost, en dan ook nou is Fairy, Steel. Yeah. Daarvan moet je er dan nog één of twee kiezen, en dat is dan lastig. Dus vandaar dat ik dan zeg maar liever combineer van, oké, als je dan Fire, Dark hebt, heb je er al twee, als je Fly, die hebt twee. En zo kun je, als je duo-types zijn gewoon daarin gewoon beter. Ze moeten dat ook een beetje balancen met als je een single-type bent, dan is je stat-bonus verdubbeld. Ja. En dan is het gewoon, vind ik al, veel beter balance. En dan kun je zeggen, ja, maar duotype is ook één of twee weaknesses meer. Yeah. Ja, maar die kies je zelf. Well, je kiest zelf voor die Pokémon. En in gewoon, zeg maar, ja, hoe noem je dat? Niet in competitive play, maar gewoon als je het spel speelt. Yeah. Dus gewoon Pokémon League. Yeah, gewoon dan zijn die first types zoveel beter. Uh-huh. Omdat je dan zoveel meer variaties hebt en zelf kiest hoe en wat. En als je dan gewoon alleen single type speelt... kom je gewoon moves tekort, zeg maar. Ja, ja, dat klopt. Dus ja, dat eigenlijk. Dus hopelijk een goeie. Kijk, een Bagon zou ik persoonlijk niet erg vinden. Alleen, een nadeel is van Bagon, en zo'n Nuzlocke, is dat hij veel te laat zijn stats krijgt die hij nodig heeft om te kunnen blijven overleven en te kunnen domineren. Snap je een beetje wat ik bedoel? Mm-hmm. Kijk, als we een wilde Salamence vangen, maakt niet uit, als hij level up, alles plus 3. Nee. Alleen, Bagon evolueert pas op level 30 in Shelgon. Ja. Heb je dan een Shelgon, die Pokémon is nog relatief langzaam, hoog defensief, hoog attack. Mm-hmm. Alleen,
is je shotgun level 50 en moet de shotgun tegen een andere Pokémon van level 50 die wel gewoon 3 keer geëvalueerd is, dan heeft shotgun gewoon een probleem. Dat en dan is hij dan set, de power spike zeg maar is te hoog. Kijk, als shotgun evalueert is hij gewoon goed. En hoger level gaat hij weer zeg maar langzaam naar beneden qua gemiddeld. En wordt hij dan level, nee, shotgun evalueert op level 50 toch al, of 48? 45 volgens mij. Ja, echt vroeg. 45 of 50. Oké, dat scheelt dan wel, want Dragonite is echt te overdreven. Ja. Kijk, en dan gaat hij in één keer zo... Nee, weet je wie overdreven is? Hydreigon. Hydreigon, ja. 64? Ja, 64. Ja. Kijk, en slaat echt nergens op. En dan in één keer bam, en dan dat is hij goed. Alleen dat bam gebeurt dan pas na de Pokémon League. Ja. Na dit, en als Red dan... goede Pokémon heeft, als hij ook maar één ijs-Pokémon heeft van level 80... Dan ben je genaaid. Kennen we ook niks. Of één draak-Pokémon zelfs al. Ja. Dan zijn we al genaaid. Dus ja, het wordt in ieder geval leuk. Het zijn keuzes. En ook een beetje geluk. Ja. Maar dit gaat allemaal nog komen. Want eerst komt nog een Leafreen randomizer. Want deze aflevering komt misschien wel morgen online. En de eerste Leafreen aflevering moet nog even duren. Komt na Break Blond, zeg maar. Is er een Pokémon van Leafreen die we in het begin vingen? En die er ook nog bij was in de Pokémon League? Jawel. Moet je even nadenken. We hebben niet zo heel veel geswitcht hoor, het viel best mee. We hebben wel, volgens mij hadden we Crobat best wel snel, Executor hadden we best wel snel, maar ja, die ging op een gegeven moment dood. Ja, dat was echt, dat was echt niet leuk. Nee, dat was... Dat was in toch door zo'n, was dat we hebben het uiteindelijk met twee legendarische uiteindelijk opgelost. Met Ho-Oh en... In principe met één, alleen Ho-Oh was meer de body voor de Fire Blast van... Een andere Pokémon. Yeah. En de Reggie Ice, zeg maar, dat is wel een spoiler. Maar de Reggie Ice die we hadden, dat was toen de Zapdos. Yeah. En we hadden hem eigenlijk in principe weinig gebruikt. Mm-hmm. Tot aan de Pokémon League. Yeah. En toen bij de Pokémon League gingen onze andere Pokémon's dood. Yeah. En toen hadden we geen keus. En toen leerden we hem Call of Mind. En toen met Waterpils. En toen moesten we het zo grinden. En het was in ieder geval het was... wel of niet gelukt. Ja, het was in ieder geval wel echt heftig. Nee. Maar ik kreeg er wel echt zeg maar een boost van. En ik moest nadenken. Het was wel echt zeg maar veel... spannender. Beloongevende. Of hoe noem je dat? Satisfied. Mm-hmm. Was daar een Nederlands woord voor? Satisfied? Tevredenheid of zo? Ja, het was in ieder geval leuker om te spelen. Omdat we nu ook echt een doel hadden, zeg maar. Ja, maar satisfied. Hoe noem je dat? Behoefte. Goede vervulling. Dat je je goed voelt, zeg maar. Dat je heel goed voelt als je iets hebt gehaald, zeg maar. Dat was echt 100 keer meer als bij een ander. Kijk, normaal, Sun and Moon, oké, je speelt het spel, Pokémon League, want ik wil zo snel mogelijk de legendarissen vangen. En nu is het zo dat je eerst de legendarissen vangt voor de Pokémon League en daarna pas die andere legendarissen. Terwijl nu was het echt zo van... Ja, het was spannend. De hele tijd. Maar het was wel, ja, het was gewoon spannend. Ja. Oké. Nou, bedankt voor het kijken van deze vlog. Vond je het fijn om weer eens een vlog te zien? Doe dan een reactie van, ik wil nog meer vlogs. Want dan maken we misschien nog wel meer vlogs. Dan gaan we graag naar de mee. Ja, daar hebben we altijd zin in. Ben je trouwens ooit een keer bij de Burger King geweest? Ja, daar hou ik niet zo van. Hoe smaakt dat? Ik kan me herinneren de dat burgers ik zijn één keer ben geweest. De burgers zijn oké. Alleen de frietjes. Ja, hier zijn de frietjes ook niet lekker. Maar ik hou van kipnuggets. En de kip is hier gewoon hebben veel ze beter. Daar geen kipnuggets? Ja, ze hebben chicken bites of zoiets. Maar dat is heel met veel droger. Aan, of dat niet? Nee, maar veel droger. En ze hebben chili chicken nuggets. Yeah. Of chili cheese nuggets. Dat is kip met kaas en chili erin. Dat is niet lekker. Nou ja, ik hou niet zo van chili. Maar ik wil het wel een keer proberen. Oh, yeah. Dus kunnen we ook een keer doen? Ja, ik kan me herinneren dat ik daar één keer ben geweest. En dat was niet eens ikzelf. Toen woonde mijn moeder nog in Den Haag. Oké. Dus dat was echt al bijna 10 jaar terug. En toen reden we daar naartoe. Dus ik heb honger. En toen had zij daar zo 2 cheeseburgers gehaald of zo. Oké. En het smaakte gewoon naar cheeseburger. Snapte? Mm-hmm. Alleen dan zie ik daar zo reclames. En dat denk ik wel van. Yeah. Nou, ze hebben bij de Burger King in Amerika hebben ze ook raspberry coke. Dus frambozencola. En dat is de enige. Die kan je niet in flessen kopen. Waarom niet? Ja, weet ik niet. Maar dat is een speciale smaak. Die wil ik echt een keer proberen. Maar het is niet een beetje zoals cherry, zeg maar? Ja, vast wel een beetje. Maar ze zeggen dat het echt fucking lekker is. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Weet je wat ik ook laatst een keer had gedronken? Nog niet. Cassis. Heftig. En het was gewoon echt lekker. Ik dacht echt zo van... Wow, dat moet ik echt gewoon...
Kijk, eerst dronk je zeg maar op feestjes in plaats van cola, ja. Cassis, weet je wel, en toen was Cassis de shit. En op een gegeven moment drink je dat niet meer zo, en dan drink je dat ooit weer een keer en dan denk je van wow, het is best lekker. Op het terrasje, in plaats van de cola, pakte ik toen een Cassis. Mm-hmm. Zo'n lekkere koude met prik, en toen weer een keer Cassis, ja, en toen dacht ik wel echt zo van, lekker, weet je, lekker, een keer iets anders. Nou. Bedankt voor het kijken, en we hebben nog maar één ding te zeggen, dat is adios. Adios, amigos.